De zomervakantie zit voor een deel van Nederland er alweer op. Hoe blikken we terug? Nou, ik heb eigenlijk geen vakantie gehad. Ik heb eigenlijk alleen maar gewerkt. Maar ja, ik heb het eigenlijk best wel naar mijn zin. Ik vind Nederland een prachtig land. En als we mooi weer hebben, hoef je eigenlijk niet echt naar het buitenland. Ik ben toch wel nog 2 dagjes geweest eigenlijk. Ik ben net een paar uur terug. Maar echt vakantie heb ik nog niet gevierd, nee. Waar ben je nu geweest dan, 2 dagen? Gisteren was ik in Bene Madena, Torremolinos. Daar heb ik een optredentje gedaan. En was hartstikke leuk. Ja, heel even aan het strand gelegen natuurlijk. En nu weer terug in Nederland. En we hebben het hier eigenlijk ook prachtig weer dus. Ja, want die zomer in Nederland, hoe zou je die tot nu toe willen omschrijven? Ja, hij komt een beetje laat op gang, vind ik. Ja, het is de laatste weken is het eigenlijk supermooi weer. We hebben op de redactie van TV Oranje een boel mailtjes gekregen van mensen die zeiden... Wie zijn nou eigenlijk die danseressen bij Willem Bart in de clip? Dat is een dochter van Gerard van de Gebroeders Co. En de ander is volgens mij een vriendin van haar. Ja, dat doen het hartstikke leuk, die meisjes. Ja, vond het heel leuk geworden. Dus ik ben er wel blij mee. De tweede single komt eraan. Clip moeten we nog draaien. Ik krijg veel reacties op het liedje Lees je de ogen van een vrouw. Een hele leuke tekst. Eigenlijk een beetje met een knipoog. Ik kan eigenlijk niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Ik vind het leuk dat het over de vrouwen gezongen wordt. Dit is een hele leuke tekst. Lees je de ogen van een vrouw. Als je in de ogen kijkt van een vrouw, kun je daar misschien of soms in aflezen of ze je leuk vindt of niet. Bij mij is het meestal niet, maar ik kan het wel lezen. Het gaat ontzettend goed, ontzettend druk de laatste tijd. En voor de rest eigenlijk gewoon zo verder gaan. Leuke optredens, leuke mensen. Ik merk dat mijn fans steeds meer worden. Ik ben eigenlijk heel erg tevreden.